Ook Borsato gezin weer samengespot. Ex-geliefden Marco en Leontine Borsato werden deze week weer sinds lange tijd op de gevoelige plaat vastgelegd. En nu voegen ook hun kinderen Jada, Luca eens en na zich bij deze reunie voor een vrolijke familiefoto. Afgelopen februari kwam er een einde aan een van Nederlands bekendste showbizhuwelijken en dat ging natuurlijk als een schok door Hilversum. Sindsdien werd Marco al eens door Sneaky paparazzi gekiekt tijdens een emotioneel moment met Leontine, maar eerder deze week zagen we de twee gelukkig in een hele andere mood. Ze vierden namelijk de verjaardag van Marco's moeder Mari uitroepteken. Oudste zoon Luca komt nu met een vervolg. Hij zet een familiefoto online waarin het gezin en andere familieleden van Mari vrolijk poseren. Celebrat het Mimis 75th Bert David de Wole van Miesterda, schrijft hij erbij. Mipippel.Marco gaat momenteel door een zware periode. Naar verluidt zit hij nog steeds in een burn-out. Maar laatst kreeg hij helaas nog een klap te verwerken. Er werd bruut ingebroken in de woning van Mari, daar waar Marco op het moment ook woont. Het enige goede nieuws tot nu toe, er is in ieder geval één verdachte opgepakt, bevestigde een politiewoordvoerder recent aan Weekblad Weekend. We hebben een 32-jarige Haarlemmer aangehouden in zaken heling van de gestolen spullen. Een deel van de buit is daarmee terug.